19 april, donderdagmiddag. Lekker weertje. En ik ben van plan om een fietstochtje te maken vanaf de sluis naar Schipluiden, naar het Woud en dan via de Lier weer terug. Dit is de Koningshoek aan de Westlandse Weg. En hier rechts van mij is de katholieke kerk in aanbouw. Er is veel discussie omtrent dit bouwwerk. Met name het gebruik van het kunststof waarmee de kerk is opgebouwd. Hier nogmaals een kerk in aanbouw. Dat zijn de schijten afwerkingen. Een ander gezichtspunt is tijdens die nu een bruggetje bij de Wederschade. En dan ga ik daar ook die kant op richting Maasdijk. Ik ben even verderop, de Wederschade. Alles staat in lentebloei. Ik ben even gestopt, want ik zie hier een prachtige eikenboom. Volgens pracht met alle lantaarntjes. Jonge eenden tegen. 12 stuks heeft iemand verteld. Hier ben ik het tunneltje onderdoor gekomen. Dit is de A20. Hier is van Sluis. Dit is het onder het zwart. Hier staan we weer buiten. Hier is de molen draait. Hier aan de Westvaart, voorbij Maasland, en hier een goede camping. Het speeltuintje, de wetgebouw, de stal waar ik net
stalletjes zag. Van Schiphol, hier de oude spoorbrug, waar het sport tegenwoordig ook heen loopt. De jachthaven is hier met de molen, Hier ben ik dan in Schiphol beland, oude dorp. Zometeen gaan wij naar de het woud. Hier ben ik aan de rand van Schipluiden, op weg naar het woud. Niet alleen naar de spoorbrug met de molen.